Goedemorgen vanaf het Oosterdok in de haven bij het IJ Amsterdam. Onderdeel van Fort Europa, dat afgelopen 60 jaar heel veel stromen gastarbeiders en vluchtelingen te verwerken heeft gekregen. Europa, dat natuurlijk al 20 eeuwen het toneel is van hele grote migraties. Maar het gaat nu over de moderne migratie, die ook voor heel veel wrijving heeft gezorgd. Het is duidelijk bij zowel de traditionele inwoners als bij de immigranten zelf. Er heerst uitbuiting, er heerst angst, maar gebeurt ook veel moois door invloeden van buitenaf en door correcties van binnen. Onderwerp van Land of Promise van René Roelofs. Ik zei het net al, zaterdagavond gaat hij in première in Tuschinski 1. En hij zal in 3 delen te zien zijn in januari op Nederland 2. René Roelofs, wat heeft emigratie volgens jou gedaan in 60 jaar? Jeroen, mag ik eerst even zeggen dat het is een film van mij met Paul Scheffer samen. Dus we hebben dat in co-regie gemaakt. Paul hangt. Oké. Okay. Nog niet. Wat was je vraag ook weer? Wat heeft emigratie volgens jou gedaan? In de 60 jaar die je laat zien? Ik denk dat het onze samenleving blijvend veranderd heeft. Er zijn zoveel nieuwe groepen gekomen met allerlei problematieken er ook bij. Dat het niet meer het Nederland is dat wij misschien van onze jeugd gewend zijn intussen. In Land van Aankomst schetst Paul Scheffer ook verschillende fasen, hè, van beleving in dit alles. Het gaat van vermijding naar conflict tot een soort van erkenning, dan wel aanpassing. Aanvaarding, hè? Zou je kunnen zeggen. Gewoon aanvaarden, dat wat ik net al zei, dat je land onherroepelijk veranderd is. En dat er een nieuwe werkelijkheid is. Dus niet luisteren naar mensen die zeggen dat er allemaal nog wat aan te doen is en dat er bepaalde groepen weg zouden moeten of kunnen, dat soort dingen. Land of Promise, ik heb hem gisteravond mogen zien, gaat nadrukkelijk niet alleen over Nederland en laat heel veel mooi filmmateriaal zien over de oorsprong van die migratie. Vraag aan u, luisteraar, want u kunt zoals elke ochtend meepraten en opmerkingen maken. Wat heeft immigratie volgens u gebracht aan positiefs en aan minder aardige dingen? 0800 1121 is het nummer waarop u kunt bellen. 0800 1121. U kunt tweeten naar hashtag lijn1 en mailen naar lijn1@ntr.nl. Oh, gli han detto che la più bella di Barcellona l'han vista gettare lo scialle giù nella rete. Oh, da quando l'ha messa in pena la catena si inchiozza la sua chitarra nel chiare di lui. Hij komt spelen, hè? Komend weekend. Rocco Granata, René Roelofs. Ja, ja, we hebben zijn muziek gebruikt in de film, uitgebreid. En we hebben hem uitgenodigd om op de première een paar liedjes te komen spelen met zijn accordeon. Hij treedt alleen op met zijn accordeon. Want hij is natuurlijk zelf zoon van een Italiaanse gastarbeider die in de 60e jaren in dit geval naar België kwam. Naar Genk? Ja, in de mijnen van Genk, kolenmijnen ging werken. Er wonen er nog heel veel, ook in Luik, in een beetje smoezelige wijk die heel erg Italiaans kleurt. Ja, precies. Ja. Paul Scheffer, goedemorgen. Ben je er, Paul? Ik ben er. Goed. Ik spreek luid en duidelijk. Hoop goed. En morgenavond zul je dat nog veel uitgebreider doen bij Kunststof. Maar fijn dat je nu al even wil meepraten. Destijds bij de uitbreng van Land van Aankomst interviewde ik je al voor NOS, Radio 1 Journaal. En hoe was het toen met de immigratie? En hoe is het nu? Is er in 6 jaar eigenlijk wat veranderd? Nou, het is moeilijk om te zeggen over zo'n korte periode dat er ontzettend veel veranderd is. Maar ik zie wel vanaf het moment dat hele debat begon, 15 jaar geleden en nu. Bijvoorbeeld één belangrijk verschil is dat ik me nog kan herinneren dat 15 jaar geleden zich ontzettend weinig mensen in het publieke debat waagden met een migratieachtergrond.
Nu kan je geen kranten openslaan of je ziet wel columnisten met Turkse, Marokkaanse achtergrond, Surinaamse achtergrond. Ja, je hebt zoals wat... Allerlei plekken in het maatschappelijk leven zie je nu veel meer mensen die zich er tegenaan bemoeien. Ja, je hebt zelf zo je bijdrage geleverd met een enkele opmerking over het multiculturele drama, toch? Ja, met vallen opstaan. Hè? En is de discussie, die daarop volgt ook gunstig geweest voor de verwerking in fasen? Nou, ik denk wel dat, en dat zie je, en dat hebben we natuurlijk in die film proberen duidelijk te maken, dat het conflict rond de migratie, en dat dat niet een Nederlandse aandoening is, maar dat je dat ook in Frankrijk ziet, ook in Duitsland, ook in Engeland, ook in Zweden. Overal in Europa speelt zich een vergelijkbare geschiedenis af. En in die zin hoort het erbij. Het botst op elkaar altijd in migratiegeschiedenis, omdat nou eenmaal het ontzettend veel vragen oproept. Het vraagt aanpassing aan alle kanten. En dat is geen gemakkelijk harmonieus proces. Nogmaals, het is gebaseerd op het land van aankomst, maar het is niet een one-on-one verfilming van het boek, toch? Nee, ik zou zeggen geïnspireerd, toch is een veel betere term. Dus René en ik zijn begonnen in 2005 met daarover te praten. En uit dat gesprek, nou, een aantal concrete situaties naar het boek worden beschreven, maar een paar algemene ideeën hoe je naar migratie kunt kijken. Maar verder heeft ze natuurlijk helemaal daarvan losgezongen en is een echt zelfstandig een verbeelding geworden van 50 jaar migratiegeschiedenis. En, daarbij... en ik denk dat het wel mooi is, omdat in ieder geval één van de ideeën die in het boek zit, namelijk dat je die geschiedenis zowel moet zien vanuit het gezichtspunt van de mensen die kwamen, de migranten, maar ook moet overdenken met hetzelfde inlevingsvermogen vanuit het gezichtspunt van de mensen die er al waren, de zogenaamde autochtone bevolking. En als er iets is in die film wat volgens mij nieuw is, is het wel dat ook het autochtone gevoel over die migratie, de verwarring, de onzekerheid, het verzet soms ook tegen, dat dat met hetzelfde inlevingsvermogen wordt getoond als dat we de geschiedenis van de gastarbeiders laten zien. Ja, je moet het in historisch perspectief zien. We gaan zo meteen ook kijken naar een oude reportage van, of luisteren ook, en kijkend luisteren naar Jaap van Meekeren op bezoek in Marokko. Ja. Maar wat mij opviel bij het kijken van de film was een bevestiging van wat ik gistermiddag eerder hoorde van ITVA-directeur Ali Derks, dat de film geen echt commentaar geeft. Nee, ik denk dat dat is ook denk ik iets wat René enorm sterk heeft benadrukt. En waar ik zelf me ook heel goed in kon vinden. Namelijk de gedachte dat het ontzettend mooi is om die geschiedenis te laten zien met het commentaar van toen. Daarmee krijg je ook een indruk van hoe werd in de jaren 60 naar migratie gekeken. Hoe werd het in de jaren 80 gedaan en later. En door er geen eigen commentaar aan toe te voegen, blijf je in de tijd. Zeg je niet vanuit het perspectief van hier en nu van zo moet je daar naar kijken. Nee, laat het aan de kijker zelf over om die stroom van de geschiedenis mee te beleven. Je ziet eigenlijk allemaal mensen die gevangen zijn in het moment zelf. En dat vind ik geweldig. Want je hebt zo'n idee dat de geschiedenis op de tas wordt gemaakt met vallen en opstaan. De migranten wisten niet wat ze overkwam. Ze hadden ook geen idee dat ze 30 jaar later nog in Nederland zouden wonen of in Duitsland of in Engeland. En ook de autochtone bevolking zie je van trekken eerst weg uit die wijken. Later zie je allemaal botsingen ontstaan. Maar die begrijpen ook maar gaandeweg eigenlijk hoe het land verandert. En op een gegeven moment realiseert men zich, het land is onomkeerbaar veranderd. Maar door in die stroom van de tijd te blijven, door niet voortdurend maar als een bedweter en een alweter te zeggen, zo moet je er naar kijken, dat gebeurt er nu. Ik vind het mooi. Het creëert een enorme nabijheid van de geschiedenis. Land of Promise is het resultaat. Paul Scheffer, dankjewel voor je telefonische bijdrage. Ga nu verder in de bus met een typerend fragment uit de film. René Roelofs, wat gebeurt hier? Je hoort even Zweedse stemmen. Dat is in de 70er jaren. Dat is een scène waarin gezegd wordt, het commentaar van toen, dat de Zweden extra paspoortcontroles gaan houden. Dat ze een heleboel mensen moeten aannemen omdat ze tekort komen, controleurs. En dat gaat dan over in... je ziet dan weer een Nederlands fragment. Dan zie je een stroom gastarbeiders staan. Die zijn net aangekomen en daar zit een heel mooi commentaar overheen. Dat commentaar dat gaan we zo meteen horen. Naar beelden van al die stromen. Mensen die zich laten controleren inderdaad. Staan daar die lange tafels. Dit is de muziek van toen. Daar staan jullie dan. Op het
drempel van onze welvarende samenleving. En omdat wij welvarend willen blijven, hebben wij jullie arbeidskracht nodig. Maar verder, gastarbeiders, internationale forensen, immigranten of hoe we jullie dan ook mogen noemen, brengen jullie ons eigenlijk in verlegenheid. We zijn nou net een beetje in goede doen hier. En dan komen jullie ons eraan herinneren dat de halve wereld om ons heen straatarm is. Daarom komen jullie eigenlijk erg ongelegen. We hebben een taak ten opzichte van jullie, dat zien we wel in. Onze regeringen zien hier vooral een taak voor de werkgevers en de vakbonden. En onze werkgevers en onze vakbonden zien hier vooral een taak voor de regeringen. Oh ja, we houden ons echt wel met jullie bezig, echt. Nou, dat is het dus in een notendop, hè? Ja, precies. Verlegenheid. Ja. We hebben jullie nodig. Ja. Maar het is tegelijkertijd wel heel erg lastig. Van wanneer, wanneer was dit? Uit mijn hoofd was dit 66 of zoiets. 1966. Ja. Toen de grote stroom gastarbeiders op gang kwam. Toen we heel veel gastarbeiders nodig hadden. Dat duurde ongeveer tot de oliecrisis in 1973. Toen was het ook ineens afgelopen. Toen hadden we ze niet meer nodig. Commentaarstem is hooglijk neutraal. Maar ja, er komt toch ook alweer meteen dat gevoel van frictie mee. Ja, en dat vonden we mooi. En daarom, wat Paul ook zegt, wilden we die archieffragmenten gewoon met het commentaar van toen laten horen. En dat vonden we veel mooier dan gewoon zoals het vaak meestal gebeurt. Dat je archiefbeelden ziet die een illustratie zijn bij een moderne stem, bij een interview. Iemand vertelt een verhaal, je ziet er beelden bij. Maar als je dus de audiotrack, het geluid van de oude archiefbeelden met het oude commentaar erbij gebruikt, dan krijg je eigenlijk een extra dimensie in de film. Ja, maar helemaal context. Gewoon ook het moment van toen. Precies. In die hele opbouw naar nu. En nu heeft Johan gebeld. Goedemorgen, Johan. Goedemorgen. Wat is je opmerking? Wat betreft immigratie vind ik toch dat veel negatiefs overheerst, of in ieder geval op de voorgrond treedt. Ik vind dat het tot vervreemding tussen groepen en ook tussen mensen leidt. Niet bij iedereen, maar wel bij velen. Het lijkt ook te leiden tot eilandenmentaliteit. Dat bijvoorbeeld het Hollandse water niet mengt met de Marokkaanse olijfolie. Ook dat geldt niet voor iedereen. Maar toch zie je dat woord allochtoon zich terugtrekken in bepaalde wijken en dat ook zelf willen. En ik vind ook dat dan daardoor, ook omdat je een bepaalde manier extreemrechts importeert, hier extreemrechts opkomt. Ik vind dat er veel intolerante kanten aan islam zitten, daar heb ik het dan over. Afkeer van joden, moeite met andersdenkenden, seksisme, homohaat, etc. En daar komt een reactie op, bijvoorbeeld in de PVV. En in de jaren 80 en 90 haalde Jan Maat hooguit 3 zeteltjes. Ik vind dat er eerst massa-immigratie kwam, is een beetje een beladen term, massa-immigratie. Maar toch in zeer korte tijd zijn zeer veel migranten naar Nederland gekomen. Nou, en in de reactie daarop komt nu dus een andere partij op, in Nederland, de PVV. En zie ik dat de samenleving polariseert. Ook in andere dossiers, maar ook hier. En ik vind dat jammer en ik vind dat dat te weinig aandacht krijgt. Het krijgt wel aandacht in de negatieve effecten, maar hoe je het moet aanpakken en of je toch misschien moet ophouden met immigratie, even pas op de plaats, dat hoor je niet, want immigratie is toch een heilige koe, dat moet gebeuren. Oké. Ik hoor een soort helikopterview van je, zonder dat ik nou hele keiharde oordelen hoor. Het is niet bij iedereen het geval, maar bij velen en bepaalde sausjes mengen zich niet. René Roelofs, dit is een opvatting uit het Land of Promise van nu. Ja. Ja, dit is natuurlijk politiek, zeg maar. Ik bedoel, als filmmaker wil ik daar eigenlijk weg van blijven, van de politiek. Je laat ze wel zien. Olaf Palmer zie ik, ja, Margaret Thatcher. Maar ja, dat is in de opbouw, hè? Ja, en dat is ook heel kort. Heel kort even een statement waar hoe in die tijd tegen immigratie werd aangekeken. Maar we hebben bewust gekozen om in die film geen politici en geen deskundigen aan het woord te laten. Wat we wel hopen is dat we dit soort reacties krijgen, dat er een discussie komt. En dat wil je natuurlijk wel met die film bereiken. Maar het is bewust geen politieke film. Wat vind je van Johans opvatting of schets van de situatie nu? Ja, ik denk dat hij wel gelijk heeft, ja. Ja. Nogmaals, niet keihard oordelend, maar de sekke feiten liggen zo. Ja, ja, precies.
ben ik het wel mee eens. We gaan eens even naar het volgende fragment. En dan horen we een verslaggever helemaal uit Marokko die wij wel kennen. Dit is Oujda in Marokko. Het land dat de afgelopen jaren 15.000 werkkrachten naar Nederland leverde. Werkkrachten die men gastarbeiders noemt, maar die aan de ene kant lang niet altijd even gastvrij werden ontvangen en die anderzijds niet steeds uitblonken in die eigenschappen die wij van onze gasten menen te mogen verwachten. Moeilijkheden dus. Maar er is in ons land een toenemende vraag naar arbeidskrachten. Er is in Marokko een overstelpend aanbod. Om de mogelijkheden ten volle te benutten en de moeilijkheden te vermijden, hebben de Nederlandse en de Marokkaanse regeringen in mei een overeenkomst gesloten en is Simon Evert Jongejan namens ons ministerie van Sociale Zaken uit Sliedrecht naar Marokko gekomen. Hij is de man die voor Nederland werft en selecteert. En 's avonds om 6 uur staan er door hem opgeroepen 200 man van de Marokkaanse arbeidsreserve, het voornaamste exportartikel van dit straatarme land, bewaakt door politie voor de hekken van het arbeidsbureau die pas de volgende morgen open zullen gaan. Zo was dat toen, met beelden uit een inderdaad straatarm Marokko, met enorme rijen mannen die zich braaf melden bij de Nederlandse vleeskeuring. Ja, een soort moderne slavenhandel was het bijna. Hè? Mensen kwamen binnen bij zo'n keuring. 1 ambtenaar met 1 bril, net zo'n mooie bril als die van Jaap van Meekeren. Dit was ook weer de tweede helft van de jaren 60, hè? De eerste helft van de jaren 60. Nog ja, eerder. Ja, ik denk 63, oorsprong, 62, 63. De oorsprong. Ja. Die man viel mij op, die ambtenaar, heeft het ook over nabestellingen. Ja, ja, het is een product hè, wat hij haalt uit Marokko. Er is vraag in Nederland, goedkope arbeidskrachten. En ze hadden er nog 11 nodig ergens in Oldenzaal, bij wijze van spreken. Ja, dat was een nabestelling, zegt hij. En dan moet hij lachen. Hè. Dat is mensen als nabestellingen. Ja, precies. Ze heette toen nog geen FTE's. Nee, precies. En je ziet ook hoe die mensen die binnenkomen, die niet eens een woord zeggen, meteen al zegt, ja, ga maar weg, ga maar weg. Die zijn dan misschien te mager of zo. Ik weet niet precies wat zijn criteria waren. Maar of hij vraagt, hoeveel jaar heb je op school gezeten? Iemand zegt, 8 jaar, nee, niet nodig, weg. Zo ging het ongeveer. Ja, dat ging echt wel heel erg snel. Het ging heel erg snel en heel erg bot toch eigenlijk wel. Hij verexcuseert zich wel in de film en zegt in het oude archiefmateriaal en zegt van ja, ik moet het scherp spelen, ik heb weinig tijd en we hebben veel mensen nodig, dus ik heb geen tijd voor praatjes. Ik moet gewoon meteen keuren en goed of afkeuren. Ja, maar dat was dus blijkbaar die spanning. Aan de ene kant dus die arbeidsreserve uit het straatarme land, zoals Jaap van Meekeren het zei, en de behoefte in Nederland. Precies, ja. Ja, en die mensen lieten zich dat allemaal wel gevallen. Hè? Dat is wat we later de zwijgende generatie zijn gaan noemen. Die trokken zich terug in koffiehuizen, daar hoorde je niet van. Dat is dan die fase in Pauls boek die hij de vermijding noemt. Dat je gewoon als autochtone bevolking en als migranten naast elkaar leeft, geen contact hebt. Maar dat wordt wel anders op het moment dat de tweede generatie aan bod komt en zich gaat roeren. Over tweede generatie gesproken. We hebben een nieuwe generatie of een nieuwere generatie ook in de bus. Dochter van René Roelofs, Bobby Roelofs. Hoi. Jij hebt meegedaan aan het hele proces. Wat heb je gedaan en wat is je erbij opgevallen? Ja, ik was montageassistent van de editor Daniel. En ik heb eigenlijk in het begin was ik al betrokken met al het verzamelen van het archief om dat om te zetten, dat de editor ermee kon werken. Dus ook die Jaap van Meekeren? Ik heb denk ik alle stukjes 50 keer gezien en opnieuw gecaptured en voor de editor klaargezet. Hoe oud ben jij trouwens? 25. 25? Ja. En dan krijg jij die hele oude problematiek mee met de problematiek van nu en ja, bijvoorbeeld de opmerking van Johan. Naast nogal veel reacties op deze uitzending, licht voorspelbaar uiteraard, dat je aan de immigratie, dat die immigratie toch nog steeds veel woede en angst opwekt. Ja, ik denk sowieso dat nou, dat ben de jij film de jongste generatie. Ja, ik denk dat sowieso dat de film voor mij alweer heel anders is dan de oudere generatie. En voor mij was bijna alles nieuw wat ik zag. Dus ik denk dat Al het oude was vooral al het nieuw. Oude, ja. Dus ik wist niet hoe erg het inderdaad daadwerkelijk was met dat selecteren. Kreeg jij toen de verdieping mee die ook die film probeert aan te brengen? Ja, ik heb alles meegekeken. Ik heb veel gediscussieerd ook. Meegediscussieerd, gewoon gepraat over het onderwerp. En alle stukjes hebben we natuurlijk. Het zijn enorm lange films die allemaal bekeken zijn, waar kleine stukjes uitgehaald zijn bijvoorbeeld.
toen ook wel veel meegepraat. Hoe denk jij over immigratie? Wat heeft het volgens jou gebracht? Dat vind ik altijd een moeilijke vraag. Ik vind namelijk wel. Ik ben opgegroeid in een stad met zoveel nationaliteiten. Hier? Ja, Amsterdam is geloof ik een van de steden met meeste nationaliteiten. En ik heb dat altijd wel heel interessant gevonden om daartussen te leven. Maar aan de andere kant ben ik opgegroeid met een witte school, met een witte basisschool, een witte middelbare school. Dus ik heb juist ook alweer heel erg weinig ervan meegekregen, vind ik. René Roelofs, heb je er beschermd? Heb je er vandaan gehouden? Ja, dat moet ik misschien tot mijn schande wel zeggen. Dat is inderdaad zo. Was je zelf bang? Bang? Nee, ik was niet bang. Maar het is meer een keuze die je doet voor een, zeg maar, een, hoe moet je het zeggen, een sociaal-economische situatie of milieu waar je eigenlijk je kind in wil laten opgroeien. En je hoeft je ook weer niet te gaan zitten verdedigen. Nee, hoor. Maar ik wil het wel zeggen, in mijn stadsdeel waar ik woon, Amsterdam-Noord, wat een van de meest allochtone stadsdelen van Amsterdam is, daar is één zogenaamde witte school. Waar zeg maar 80% of 70% van de kinderen dan wit is, hè, als je dat zo wil zeggen. Wit en zwart. En dan moet je kiezen of je gaat naar die andere scholen die 100% zwart zijn ongeveer. Of je gaat naar zo'n school die een beetje gemengd is. Nou, en dan kies je daarvoor. En ik heb begrepen dat zelfs Wouter Bos zijn kinderen, want die woont ook in die buurt, dat die ook op die school zitten. Dus ik ben niet de enige. Nee. Maar tegelijkertijd hoor ik je dochter zeggen hoe gefascineerd en geïnteresseerd ze is in deze, ik zeg het nou maar weer, multiculturele stad. Ja, maar dat komt ze natuurlijk de hele dag tegen. Hè? Niet alleen op school, als ze op straat loopt in de stad. En ook in haar directe omgeving, haar vriendenkring. Daar komt ze dat echt wel tegen. Dus. Dat is namelijk de feitelijke situatie van de stad. Ja, maar dat is wel grappig dat je dat zegt. In mijn vriendengroep is niet zo multicultureel, hoor, moet ik eerlijk zeggen. We hebben wel, natuurlijk, je hebt altijd wel een bepaalde nationaliteit ertussen. Maar ik heb het meer meegekregen omdat ik al op 7 plekken heb gewoond in de stad. En elke keer op een ander stadsdeel. En dan krijg je dat op die manier heel erg mee. Met bepaalde inwoners, met winkels, dat soort dingen. De levende geschiedenis voor je neus. Ja. Nog een luisteraar. Mevrouw Maria? Ja, Maria. Ja. Wat wil jij zeggen? Ik viel er half in bij Johan. En het valt me altijd weer op, hè, als we nu eens in individuen gingen denken. Hè? In de NRC stond een jonge vrouw afgelopen zaterdag, een danseres uit Sierra Leone, die danst in het Nationaal Ballet nu. Donkerbruin, heeft pigmentvlekken, kan dus in de VS niet terecht daardoor. En mede doordat ze een beetje gespierd is, verder is ze dun. Die danst daar, hè? Nou, daar word ik zo blij. Ze zegt, hier kan ik prinses zijn. Eén kind uit Sierra Leone, waar men ook, hè, toch meestal nog in groepen, in stammen en noem maar op denkt. Hè? Ik kan alleen maar in individuen denken. Het individu kan, dat is bepalend volgens mij voor de toekomst, wat zijn beslissingen zijn. Hoe hij leeft. Zij vindt hier dus in Land of Promise een warm bad, bedoel je? Nou, zij zag als kind een foto toen ze 4 jaar was van een danseres. Ze dacht, dat wil ik. En haar ouders die leven niet meer. Ze was een weeskind. En ze is dus als duivelskind gezien omdat ze pigmentvlekken had. Hm. En die danst hier nu als 17-jarige, geloof ik, of 18, in het Nationaal Ballet bij de jongerengroep. Ja, prachtig. In de NRC, een foto zo. Ja, prachtig. Maria, dank je wel. We zien het echt voor ons als je het vertelt. Fijn dat je ook die kant weer wilde laten horen in deze uitzending van Lijn 1, die toch alweer bijna voorbij is. Ja, ik kan alleen maar zeggen, René Roelofs, straks een mooie première. Een paar vertoningen nog in ITVA. En dan de discussie die moet komen, de uitzendingen op televisie. Ja, hij gaat de hele maand december langs allerlei buurthuizen. Marokkaanse verenigingen hebben gevraagd of we de film draaien. In de Bali gaat hij in de dagelijkse programmering enzovoort. Helpt allemaal bij de verdieping die zo nodig is. Dank jullie wel. Morgen in deze uitzending interview met Frans Timmermans, minister van Buitenlandse Zaken. Zal ook wat worden.